ter nagedachtenis aan mijn grootmoeder. Zo begon het boek. Het speelde zich allemaal af in de concentratiekampen genaamd Auschwitz-Birkenau. Het gaat over vier meisjes genaamd Ella, Rose, Mina en Carla, die in een naaiatelier in Auschwitz jurken moesten maken voor de hooggeplaatste nazi's. Toen ze aankwamen in het kamp moesten ze zich volledig uitkleden en een pak aandoen met een nummer erop. Elke jurk die ze maakten kon het verschil betekenen tussen leven en dood. Daarom werkte iedereen superhard mee, maar kon natuurlijk maar één iemand de beste zijn. Elke avond was er ook een appel waar iedereen uit hun barak moest gaan en geteld worden. In het kamp zelf was het leven zeer zwaar, dus daarom hebben ze er iets aan gedaan. Ella en Rose waren twee goede vriendinnen en droomden over een eigen kledingswinkel later. Maar voor ze een eigen kledingswinkel konden hebben, moesten ze eerst uit Auschwitz kunnen ontsnappen. Daarom besloot Ella een jurk te maken waardoor ze konden ontsnappen. Plots was de jurk weg, dus iemand had hem gestolen. Daarom kwam Ella met een nieuw idee om een tweede te maken. Daardoor konden ze dus wel ontsnappen. Dit had Ella allemaal te denken aan haar oma die haar leerde borduren en naaien. Zodra ze is kunnen ontsnappen, is ze direct haar oma gaan opzoeken. Als je wilt weten of ze haar oma heeft gevonden, lees dan het boek. Met dit einde wist Lucy Edlington vele lezers in de aandacht te krijgen. Lucy Edlington is een 52-jarige schrijver uit Londen die meestal romans schrijft. Met haar boeken voor jongeren is ze genomineerd voor de Philip Carnegie Medal, de Manchester Book Prize, de Leeds Book Prize en de Rotherham Book Award. Ik ben zelf niet echt een lezer, maar na dit boek gelezen te hebben, ben ik gemotiveerd geraakt om verder te lezen. Ik had nooit gedacht dat de concentratiekampen zo zouden zijn. Het is echt super erg wat er allemaal daar gebeurde. In dit boek kom je ook meer te weten over de Tweede Wereldoorlog en de concentratiekampen toen. Dit is een zeer adembenemend, dik en leuk boek. En ik raad het ook zeker aan voor iedereen die gaat.